NPO Radio 6. Meike en Co. Live at Sugar Factory. NTR. Radio 6. Woensdag 10 september, Meike & Co. Live at Sugar Factory. Wederom een fantastische line-up. We trapten af met de man die dit jaar de belangrijkste Nederlandse jazzprijs heeft gewonnen. De Boy Edgar Prijs 2014. Pianist Jeroen van Vliet. Deze drie mannen kennen elkaar al een tijd uit de Nederlandse jazzscene. Het klikte met elkaar, ze besloten samen iets te doen. Eigenlijk, zoals ze zelf zeiden, gewoon voor de lol. Dit is de Wild Man Conspiracy. We hebben allemaal heel veel groepen gehad en gespeeld. En we kwamen op een gegeven moment bij elkaar. En dat was een soort het clichématige chemie. En dat we inspireren elkaar eigenlijk. Dus we putten uit elkaar. Dat klinkt klef, zeg. Voor de zomer was ze hier ook voor de allereerste keer met haar eigen muziek. Nu in een bijzondere bezetting, namelijk duo met gitarist Maarten van der Ginten, Mathilde Santing. It's vodka and it's beer. That's all they serve in here. This is the bitter. We chose, however it hurts the most. En deze Amerikaanse bluesman die had al twee keer het dak eraf gespeeld bij ons programma. Dus we dachten, hij is weer op tour in Nederland. We nodigen hem gewoon weer uit. Hamilton Loomis. When she's had enough.